We hebben vandaag een bijzonder stukje film over Leni het Hart, onze nationale zeehondenmoeder. Leni wordt dit jaar 70, maar nog steeds trekt ze er dag en nacht op uit als er een zeehond in gevaar is. Kijkt u naar een bijdrage van Leni's echtgenoot Karst van der Meulen en onze eigen reporter Wibo van der Linden. Leni het Hart is sowieso geen stilzitter. Maar in de maanden mei en juni is ze echt voortdurend op pad. Bijna 70 jaar is ze. En nog steeds onvermoeibaar. Want de zeehond is haar absolute nummer 1. Mei en juni is de periode waarin de jongen van de gewone zeehond ter wereld komen. De gewone zeehond is Nederlands belangrijkste zeehondensoort. Het is van groot belang dat moeders en baby's rust krijgen. Want een zeehond voedt haar jongen slechts 4 weken. Dan vertrekt ze. Dat is de wet van de natuur. En dan ziet de moeder haar jong nooit weer. De baby's wegen 8 kilo bij de geboorte. En in die 4 weken moeten ze minstens tot 35 kilo aankomen. U begrijpt, rust is dus vitaal. En bij het minste geluid vluchten moeders en baby's van de zandbanken weg. En wordt de belangrijke voeding onderbroken. Leni onderzoekt voortdurend of er iets misgaat op het wat. Bij een verstoring kunnen baby's hun moeder snel kwijtraken. Hier is ze op pad samen met Mark Jenkins. Jenkins is een Australische vrijwilliger bij de zeehondencrash van Pieter Buren. Eén enkele hardronkende trekker is genoeg om de zeehonden op stang te jagen. En binnen de kortste keren zijn ze weg van hun zandbanken. Leni en Mark moeten vaak in actie komen, zoals hier. Ze hebben in de verte op het wat een verdwaald jong gezien. Karst van der Meulen filmde de redding. Leni en Mark moeten echt diep het slik in. Na zo'n verstoring komen moeders en baby's vaak na een kwartiertje alweer terug. Maar het gebeurt wel dat jongen intussen zijn gaan zwerven. En daarom moet men in Pieter Buren in deze maanden zoveel huilers opvangen.
De redding is geslaagd. En dit zijn de gelukkigste momenten in Leni's bestaan. Hij heeft een navelstreng. Ja, mijn lieverd. Pak jij hem maar lekker over. Ja. Gelukkig dat Mark weer was. Geweldig. Oh ja, mijn telefoon. Misschien wil iemand anders mijn telefoon. Ja, dat heeft ook geen zin. En er was ook een heel klein stukje water meer. Maar het is er wel heel diep. Ja, dat is een goed idee. Goed. Van van purpose. Ja, ze bijten, kunnen bijten, mevrouw. Dat hij daar om het hoekje lag, tegen een steen. Ja. Dat was net zijn moeder. Dat drukte hij zich heel stijf tegen hem. Maar dat is misschien wel. Een middag uit het leven van Leni het Hart. Een onvermoeibare beschermster van de zeehond. Haar werk verdient onze steun.